Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik een flip-through laten zien van mijn journal van het afgelopen half jaar. Deze Blackout Journal van Archer & Olive is goed doorleefd. Ik heb nou aan het einde ook kleine tabbladstickertjes toegevoegd, zodat ik gemakkelijk ook terug kan kijken naar maanden. Ja, aan de zijkant heb ik verder rest nog neergezet van welke maanden het is. Zoals je ziet, de journal zelf is goed doorleefd als het ware. Aan de achterkant zijn er flink wat vlekken opgekomen en ja, it's dirty as hell. Anyway, let's get started. Ik moet zeggen, toen ik begon in deze journal, dacht ik echt van, dit is weer een keer iets anders. Mezelf pushen om weer een keer iets anders te kunnen doen. En hoewel sommige dingen heel mooi zijn geworden, zoals bijvoorbeeld deze coördinate met nieuw fresh start, zeg maar. Ja, de rood popt mooi op de pagina. Ik merkte ook dat het papier zelf en de Sakura Gerald pens ervoor zorgden dat er af en toe doordrukkingen waren. Heel vaak als ik de pennen gebruikte, zag ik de afdruk de hele tijd op de andere pagina. Dus dat is wel weer jammer. Sommige spreads zijn veel gebruikt, sommige haast niet. Al met al zal ik deze journal nog een keer pakken. In het zwart? Nee. Ik moet zeggen, het staat er mooi uit. Ja, het ziet er leuk uit. De kleuren poppen mooi. In ieder geval bepaalde kleuren. Maar in heel veel gevallen was ik ook heel beperkt daardoor. Het verven met waterverf blijf ik toch altijd wel leuk vinden. En ja, hierin was het toch anders. Je kon het er niet echt in doen. Zo ziet hier een paar lege spreads. Ik zeg al, want sommige spreads zijn echt goed gebruikt en sommige echt niet. Ik moet zeggen, mijn favoriete spread van alles is toch eigenlijk wel dadelijk de maand maart en de allerlaatste de maand juni. En dat komt puur alleen door de kleuringen die ik heb gebruikt. Het goud en het zilver komen gewoon heel mooi over op de pagina en spreekt me het meeste aan. Als het gaat echt om functionaliteit en wat me het meeste en het productiefste heeft gemaakt, dan absoluut de maand mei. De manier waarop de weekspreads daar waren, het was duidelijk, het was overzichtelijk, ik had meer dan genoeg ruimte. Ja. Al met al, weer een volle journal, vol met een half jaar, of to-do-list, notities en alle vele series en films die ik heb gekeken. Want let's be real, dat houdt dit ding ook bij. En ja, ik kijk uit naar mijn nieuwe journal eigenlijk. Deze weekly spreads werkte absoluut niet voor mij. In het begin probeerde ik het echt bij te houden, maar zoals je ziet, al snel hield het op. Het was gewoon te veel werk, totaal niet praktisch. En ook nu als ik eraan terugkijk, vind ik het ook eigenlijk niet zo interessant als dat ik had gedacht dat ik het zou vinden om terug te kijken. Kijk, hier heb je ze, mijn favoriete weekly spreads. Gewoon heel simpel, minimalistisch. Gewoon een linkerpagina voor events, rechterpagina een algemene to-do-lijstje. Een plek voor notities zelf. Top. En qua illustraties, ja, is dit ook echt mijn favoriet. Ik vind de titelpagina van juni echt fantastisch. Ik vind de kleine illustratie met de maan in de hand die je dadelijk verderop ziet, helemaal fantastisch. Dit is wel een van de dingen waar ik echt het meest trots op ben dat ik heb gemaakt in deze journal, zeg maar. Officieel had ik nog wat pagina's over, maar heel simpel gezegd, ik wist gewoon niet meer wat ik erin moest doen in deze journal. En de allerlaatste pagina's van deze journal waren al mijn swatches met alle verschillende materialen die ik heb uitgetest.
Zou ik deze journal aanraden? Nou, na een half jaar gebruik. Ja, als je iemand bent die voornamelijk het gebruikt voor notities en kleine dingetjes toe te voegen, dan ja. Ben je iemand die graag ook veel verschillende mediums gebruikt, dan nee. Dan is de prijs en de kwaliteit eigenlijk gewoon niet waard. Zeker niet als je graag met Jelly Roll Pens bewerkt. Dat was het weer voor deze video. Hoop ik voor je deze video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaak zien, ik vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!